dan een zoekactie naar een vermiste vrouw in Amerika. Een verhaal dat begon met een romantische roadtrip met de camper door de Verenigde Staten. Het was het idee van Gabby en Brian. Een jong stel dat daarmee hun verloving wilde vieren. Ze vertrokken samen eind juli, maar één van de twee keerde niet terug naar huis. Al dagen wordt naar de 22-jarige Gabby Petito gezocht. Deze vrolijke beelden zet het stel zelf op YouTube. Hun route is via social media goed te volgen. De roadtrip start 2 juli in de staat New York. 3 dagen later post Brian dit vanuit Kansas. Ze rijden dwars door het land naar Zion National Park. En daar staat het stel nog lachend op de foto. Maar nog geen maand later, op 12 augustus, gebeurt dit. De politie is gebeld. Het stel zou knallende ruzie hebben. When you slapped him those times, were you attempting to cause him physical pain or physical impairment? Is that what you were attempting to do? Maar na een nacht apart wordt de reis vervolgd. Op 30 augustus krijgt Gabby's familie een laatste berichtje en sindsdien is niets van haar vernomen. In Wyoming is ze voor het laatst gezien en daar wordt nu naar haar gezocht. This is my stepdaughter Gabby Petito. She's gone missing in the area. Brian is eerder dan gepland weer thuis in Florida. Hij zou de laatste zijn die haar heeft gezien, maar wil niet met de politie of de familie praten. Two people went on a trip, one person returned. And that person that returned isn't providing us any information. This girl right here, this is what matters. That is it. Anything else, it comes second to this. Ondertussen is nog altijd onduidelijk waar Gabby is en of ze zelfs nog leeft.